Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door AirUp. Wat een huis. Waarom moet ik dit doen? In Clickbait dagen Giel, Thomas en Stefan zichzelf iedere week uit op basis van een door hun gekozen titel en thumbnail. Hoe kan dit nou? Jij bepaalt. Slagen de mannen erin om de titel en de thumb waar te maken? Hoe is de King of the Castle nou? Oh jongens, de politie! Of is het Clickbait? Oh, je had bijna. Jammer. Oh, ik heb wel! Help me! Dit is de thumbnail voor deze week. Wat is dan de titel? De titel is, kijk, hier is hij al. Hoppatee, 24 uur door dezelfde wasstraat. 24 uur? Ja. Ja, dag. Dus ja. Bereid je maar vast voor, want ik denk dat het heel moeilijk wordt om deze titel en deze thumbnail daadwerkelijk waar te gaan maken. Dus laten we het proberen. Kom op. Die kant op. We're working at the cowboy. Dit is de auto, dit is hem. Hoeveel rondjes denk je dat we gaan maken? 250, ik weet het niet. Ik denk 400. Nou jongens, dan denk ik 320. Helemaal top. Ja, laten we snel beginnen, want we moeten 24 uur lang door een wasstraat heen gaan. Go down! Hoe hebben jullie deze auto eigenlijk geregeld? Ja, die stond hier. Wat is dit voor een oude? Ik had een oom en die had een hele vieze auto, die moest nog schoon. Hoe gaat die auto er eigenlijk uitzien na 24 uur? Gaat die lakken niet af? Ja, hij wordt wel schoon, denk ik. Ja. Dat denk ik ook. We zijn vertrokken. Hoppa, daar gaan we. De mannen zijn enthousiast begonnen aan deze missie. En aan de start van deze 24 uur staat een bijzondere verrassing klaar. Een fanfare. Nee, yeah. Oh, openingsrondje. Oh, ja, ja. Kijk, hij maakt hem ook even schoon een beetje. Ja, hoe gaan we dit doen? Ja, ik heb geen idee. Het klinkt zo simpel, maar dit wordt echt een slagpartij. En die fanfare, die gaat er gewoon door. Ik vraag me altijd af, hè, als je dan dit soort ideeën verzint, wat voor ideeën dan af zijn gevallen. Ja, ja. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik er nu al klaar mee ben. Het gaat fucking langzaam, man. We moeten dit wel volhouden. Ja, 24 uur lang. We zitten pas 2 minuten erin. Lieve kijkers, denken jullie dat we 24 uur gaan volhouden met deze auto? Laat het even weten. Ja, ik ben oprecht benieuwd of wij. Ik ben ook oprecht benieuwd, man. Maar als je andere mensen moet uitleggen van. Wat heb je vandaag gedaan? Wat ga je morgen doen? Ja, 24 uur lang rondje rijden was. Oké, nou. Leuk. Ja. Kijk, dit was rondje 1. Rondje nummer 2. Daar hoort een feesthoedje bij. Oh, kijk! Is hij al schoon? Ja. Hij is nu al schoon. Oh, tandjes! Oh, dat moet je niet meer doen. Ook, gewoon, ook niet waarschuwen. Dit slaat helemaal niks. Kijk jongens, ik heb hier enveloppen. Ja, die kan je laten zien. Hier zitten allemaal opdrachten in. Dingen die we moeten doen. Dingen die gaan gebeuren. In en rondom deze auto. Feestelijke opening. De uitdaging is officieel begonnen. Schiet confetti poppers af. Nou, ik had er al één gedaan. Dit was rondje nummer 2. Oh! Wij gaan nooit 24 uur volhouden. Jawel. Ik had een confetti, man. Hoe was het rondje? Was dit? Dit wordt nummer 3. Dit is 3. Dit is 3. Ja. En de laatste. Dat was hem. Eerste opdracht. Ja, we hebben nog de energie. 6 wordt dit volgens mij. Ja, 6. De eerste rondjes zijn een feit. De heren hoeven niet per se tegelijkertijd in de auto te blijven zitten om te kunnen rusten. En daarom wordt er een plan gesmeden. Jullie moeten de nacht gaan doen. Wacht even. Ik ben er tot 8. Jij gaat vanaf nu tot 8. Ja. Maar je wilt morgen om 10 uur ben je er ook weer bij natuurlijk. Nee, ik zit in Alicante. Jij bent er niet bij als wij het halen. Nee. Wat kut. Maar die nacht wordt het zwaarst. Ja, dus ja, je moet gewoon een filmpje pakken of zo. Dus daar moet je ook met z'n tweeën zijn. Vanwege een stom geplande vakantie van Giel zijn de mannen nog niet over het plan uit. Gelukkig kunnen ze daar nog een aantal rondjes over nadenken. En besluiten ze voor nu een nieuwe envelop te openen. Envelop nummer 2. De ballenbak. De aankomende rondjes wordt de auto omgetoverd tot een kleurrijke ballenbak. Nee! Nee, ja, kut, sorry. Hoe kan ik nou auto rijden? Er zijn er echt heel veel, hoor. Dat zijn fantastisch.
Dat is zo. Niet nog meer! Nee! Niet nog meer! Succes! Dank je, Toon. Maar wat? Even serieus. Hoe ga ik zo dat rondje rijden? Ja, dat vraag ik me ook af. Ik heb ze nu achter mijn rug. Ja, dat had echt super. Wat een bak ellende. Ballenbak. Hoeveel rondjes? We houden het niet meer bij, hè? Toon, hoeveel rondjes zitten we nu? 27? Er komen er meer bij. Oh mijn god. Ik wil maat. Hallo, hallo. Koekoek. Hallo. Ik zit er ook nog. Oh, hey. Dat kan natuurlijk niet, hè, domme lul. Jij bent zo wat een mogol. Wat ben jij door, hè? Dat was misschien niet alles slimste actie. Nee, ja, nu hij gaat nu niet meer dicht, maatje. Nou, duwen. Zo. Ja, dit is wel zo chill. Wacht even hoor, ik ga even stoppen. Stop u maar. Wat is er? Politiecontrole. Politiecontrole. Waar gaat de reis naartoe? Naar de wasstraat. Oké. Okay. Wat is dat? Dit is een hond. Maar we moeten, ze moeten er helaas uit dat het niet meer veilig is. Hij kan niet rijden. Ik kan niet rijden. Yes! Je bent zo'n mogol! Ah! Kan ik u ergens mee helpen, meneer? 31. Succes, Toon. Wow, shit. Ik ben blij dat ik nu even in de auto zit. Oh, shit! Hij lijkt geel! Oh, tijdje! Doe dat ding dit! Ah! Oh, mijn god! Kijk. Er zijn al die ballen op. Hey jongens! Oh kut, sorry! Oh, daar ging per ongeluk aan! Wat een titel, sorry. Volgend rondje! Zowel de ballen als de rondjes vliegen ons om de oren. Stefan die ziet zijn kans schoon en pakt wat rust. Gaan we een tukkie doen. Slaap lekker. De schaapjes worden geteld. Net als de rondjes door de wasstraat. Waar Giel nog altijd de inmiddels schone bolide blijft rondrijden. Om de titel en de tum waar te maken. Oh, ik word echt helemaal gek hier. Niet normaal. Dit is lang. Tijdje, stop! Die tijd gaat zo slow. Voor de mensen die me een klein beetje kennen. Ik kan ook wel eens mediteren. Ja, mediteren, ik mediteren. Ja, ik mediteren. Maar ja, hè, het is 24 uur. Ik wil al proberen me gewoon mijn dagschema aan te houden. Ja, dit is toch enig. Wanneer Giel helemaal zen is geworden, is Stefan ontwaakt uit zijn schoonheidsslaapje. En kruipt hij voor de eerste keer achter het stuur. Goed, het is weer tijd voor een nieuwe opdracht. Daar gaan we. Er komt wat gezelschap in de auto. De gehele crew rijdt mee. Nou, dat is top. Dat betekent dat ik niet meer alleen hoef te zitten. Zit iedereen? Ja. Oh, gezellig. Moet Giel er ook bij? Ja, Giel die slaapt. Het is een vijfpersoons auto. Ja. En we zitten met z'n zeven erin. Hoe lang moeten we dit doen, Steef? Ja, heel lang denk ik. Oh, what the fuck! Ah! Hij lukt! What the fuck! Oh shit! The fuck! Waarom lekt hij zo bij jou? Ik weet niet waarom hij lekt, Toon. Ik ben helemaal nat, man. Steef, hoeveel rondjes hebben we nu? Dit is rondje nummer 70! Hey! Nou, dan gaan we nog een keer, jongens. Ja, Jochem, ga jij eruit? Of blijf jij nog zitten? Ja, probeer nu even te ruilen van plek, dat is ook leuk. Ik heb het idee dat ik zo mijn rug breek. En nu, jij moet er nu overheen. Ja. Yay! Ik wilde echt een keer opliggen. Mag ik zo opliggen? Ik weet niet of dat mag. Daar vragen. Koen, kan ik op de auto liggen en dan er doorheen, denk je? Ja, zeker. Nou, dan zet ik de dakbos er gewoon uit. En dan kan jij gewoon op het dak blijven liggen. Nou, let's go. Dan doen we dat. Ik weet niet of dit een goed idee is, ouwe, oprecht. Maar goed. Oké, Toon, succes! Help. Dit is slaap. Hey. Is het goed? Ja, dit is top. Mooi uitzicht. Ja, genieten. Jij ziet niet wat eraan komt, hè? Nee, ik zie niet wat eraan komt. Gaan we. Oeh, koud, hè? Oeh. Oké.
Kijk nou, yeah. Holy moly. Wat krijgen we nu? Nu komt die droger. Dit is wel echt vet hoor. Dit is echt vet, ouwe. Ik word nu gewoon lekker geuit, dames en heren. Ik heb een hele lieve 75 rondjes hebben we gedaan. Dit was een bijzondere. Je bent knettergek. Ik wil er nu dan heen mee doen. We hebben nu 70 rondjes erop zitten. Ik wil er nu gewoon een keer bovenop liggen. En je bent wel echt droog geworden. Ja, man. Nou, Steve, moet ik het weer overnemen? Ja, let's go. Oh my god. Nou, dan gaan we weer. Hoppatee. Nou. Oh, rondje nummer 76 alweer. Mijn shift zit er bijna op. Althans, nog 2 uur te gaan. Maar ik begin nu echt al wel moe te worden. Het is heel eentonig. Ah, het is zo saai. Ja, de verveling slaat toe. En daarom besluit Giel om een nieuwe envelop te openen. Avondeten! Nou, etenstijd. Zorg dat de maaltijdbezorgers richting de wasstraat komen. Het gaat heel lastig worden. Nou, zo lastig is dat niet toch? Kwestie van bestelling plaatsen, locatie noteren en voor je het weet... Ja, hier, eten! Eten! Yo man, stap even in! Yo! Yo! Ja, wat heb je meegenomen voor eten? Een pizza en craft buffalo wings. Zullen we even eentje eten? Lekker man! Kijk wat deze guy! Lekker! Hoe heet je? Emmanuel. Neem een lekker kippetje. Daar wacht. Thanks man. Wat een held. Wat een fucking baas. Luister, dit is een grandioos groot moment. Dit wordt het 100ste rondje door dezelfde wasstraat. Ik denk dat mensen in hun hele leven ineens de 100 aantikken. Nee man, nee. Er staat een bezorger te wachten, maar hij moet snel weg. Oh. Dus op tijd, rij maar door. Oké. Hallo. Hallo. Ja, ons eten. Yes. Nou, dankjewel man. Ik ga het aan jou overdragen man. Jij moet hem nu rocken. Oké. Op naar de 200 houden. Ja, zet hem maar op. Ik tune uit. Giel pakt het vliegtuig naar Alicante. En dus is het aan Thomas en Stefan om de resterende 14 uur vol te maken. Gelukkig worden ze omringd door een hoop gezelligheid. Daar hebben we sushi eten. Ja, lekker man. Heb je ook honger? Ik? Nee man. Ik hou ook niet zo van sushi. Wat is dit dan? Smoothies, ouwe. Smoothies! Oké, dit is dus verse bietensap. Vers wortelsap. Vers biertappelsap. Dan heb je dit een smoothie. De mannen hebben wel genoeg eten voor de resterende 13 uur. En na 113 eentonige rondjes besluiten ze een nieuwe envelop te openen. Zet een passende tattoo binnen het thema van de wasstraat. Wie van jullie neemt hem? Ik ga die niet zetten, want ik heb niet zoveel tattoos. En ik hou niet zoveel tattoos. Maar ken iemand die gek is op tattoos en er vast nog eentje bij wil met het thema wasstraat. Stefan! Wil je even wisselen? Nee, ik heb een opdracht voor jou. Serieus? Ja? Ga jij hem zetten? Nee. Oh. Dit is aan het tatoeëren. Jij gaat bij mij een tattoo zetten. Aangenaam, Stefan. Hey, man. Hoi. Ja, te gek. Oké, hoe gaan we dit aanpakken? Ik denk dat je broek uit mag doen. Godverdomme. En een kepers net. Dit is geen kleintje dit, hoor. Nee. Nee, dit is geen kleintje, nee. Dit duurt wel even, maar dat is vet. Ik vind het hard. Ik heb hier nog plek, man. Zo, hier. Hier kan hij wel zo. Dit kan alleen maar goed gaan, joh. Dit kan alleen maar goed gaan, inderdaad. Pas precies aan. Ja, tering hard. Vergeet dat ik niet mijn rondjes moet turven. Elke keer als we hier zijn, aan het einde moet ik hem turven. Succes, bro. Ja, hij komt goed. Wat een kutzooi. Godverdomme. Had jij verwacht dat het zo moeilijk zou zijn? Of dacht jij ik dat heb het helemaal onderschat. Ja, hè? Hij zei, dit is de moeilijkste tatoeage die hij ooit heeft gezet. Ja, ik kan me voorstellen. Dat is niet te doen, hij staat erop. Goed gedaan, man. Echt oprecht. Supergoed, dankjewel. Dankjewel. Ga jij het weer overnemen? Ja, ik ga weer rijden. Super. Super. Gaan we weer. Zit hier 120, 125, soms 126. Mijn god. Na urenlang vervelen, rondjes draaien en turven, is het tijd om de koplampen aan te zetten. Ik ben zo moe, man.
en mijn ogen vallen bijna dicht. Nou, een vermoeide bestuurder is natuurlijk niet handig als je de auto nog 10 uur wilt laten rijden. Wellicht kan het openen van een nieuwe envelop van wat energie voorzien. Après-ski-uur. De wasstraat wordt omgetoverd tot een gezellige après-ski-bar. Ik vind het wel een top idee. Gewoon lekker feestje bouwen. Hey, Toontje! We gaan op après-ski-vakantie, hè? Ja, dat is hier pakken. Had je geen frit? Ja! Dit is denk ik officieel de kleinste après-ski-bar van de wereld. Een wel de gezelligste après-ski-bar, hè? Ja, toch! Ja, hoppa! Hey! Hey! Ik ben ook niet van steen, maar ook niet van goud. Ik heb het niet zwaar meer dan ooit tevoren. Hey, hey, hey! Oké, ik denk dat we het wel hebben. Je goed uit toch allemaal. Ik denk dat het allemaal goed eruit ziet zitten. Ik ga hem overnemen. Ja? Hansje heeft de auto letterlijk gesloopt, dus we gaan even stoppen maar even alles eruit. Hansje, bedankt. Ja, jij betaalt de schade. Oh mijn god, wat was dit? Het feestje is voorbij. Maar Stefan is een feestbeest die tot diep in de nacht doorgaat. En nog brandend gemotiveerd is voor deze missie. Wat zijn we godsnaam aan het doen, joh. Rondjes. De hele dag rondjes. 152. Tijd voor opdracht. Arilext, doe een sumo worstelpak aan. Meen je nou? Zo, hier heb ik echt weinig zin in. Maar oké, ik doe het gewoon. Ja, ben je blij? Het is het. Zo stom. Dit is echt puur op gevoel, ik zie helemaal niks. Oh, oh! Zit ik goed? Maar wat zijn we nou aan het doen? Wat zijn we nou aan het doen? Wat ben ik nou aan het doen? Wat ben ik nou godsnaam aan het doen? Omdat Stefan worstelt met de eenzaamheid, hebben we een waardige tegenstander voor hem gevonden. Ja, heel graag. Ik denk dat dit de meest domme situatie is waar ik ooit in heb gezeten. Ik kan je vertellen, ik weet het wel 100% zeker dat dat zo is. Midden in de nacht. Ja. Zou je er ook in kunnen? Ik wou dat net proberen, ja. Ik zit erin. Wacht. Echt? Nog 7 uur, hè? Koekoek. Nog een hele werkdag. En deze werkdag waar geen eind aan lijkt te komen, vullen we met, jawel, nog heel veel eentonige kilometers. Een taart bakken. Er moet een appeltaart gemaakt worden, inclusief slagroom op de top. Maat, hoe de fuck moet ik een taart gaan bakken in een auto, in een carwash? Maat, ik heb nog nooit in mijn hele leven een appeltaart gebakken. Ik heb het gevoel dat jij dit heel goed kan. Ja, nou dan gaan we het proberen. Stap 1. Doe alle ingrediënten voor het deeg in een kom en kneed tot een stevig deeg. Oh, godverdomme. Appartij. 1 eetlepel melk. Wat is 1 eetlepel? Ik heb geen lepel. Oké. Godverdomme, wat is dit kut, man. Schil de appels. Ik kan toch geen appels schillen, matkees. Wat denken ze dat ik appels kan schillen? Jee, tyfus. Oké, nou dat was het. Ik heb alle stappen keurig netjes gevolgd. Ik
Geen dingen overgeslagen volgens mij. Gaat die, dames en heren. In de oven. Holy tandjes. Het begint serieus licht te worden. Hoe laat is het? Het is 7:05 s'nachts. En ik ben een appeltaart aan het bakken. Oké, moment van de waarheid. Hoe ziet het eruit? Wil jij iets zeggen? Want ik weet het niet. Ik denk dat het tijd is dat we Thomas zo gaan wakker maken. Laat hem even afkoelen, dan kan hij hem proeven. Goedemorgen. Hey. Ik heb een heerlijk ontbijtje voor je gemaakt. Ik heb een appeltaart gebakken in de auto, in de carwash. Dat is ook warm. Ja, met je appelstoedel. Nou, ik kom zo de rest op puzzelen. Ja, niemand weet wat ik met die taart heb gedaan. Dus dat is wel lachen. Wil jij ook proeven? Wat goed. Ja. Ja, hè? Ja, hij is echt lekker. Nog meer. Ja, neem nog maar meer. Neem maar een flinke hap. Je hebt er niks geks mee gedaan, toch? Nee. Na een zeer smakelijk ontbijtje is het aan Thomas om Stefan eindelijk weer van gezelschap te voorzien. Nog 4 uur te gaan. Nog maar 4. Retreat. Het einde is in zicht. Tijd voor wat rust. Dus stilte, AUB. Dus we mogen niks meer zeggen. Is het zo? Meen je dit nou? We mogen alleen communiceren met deze borden. Ja, maat. Je hebt godverdomme de hele nacht alleen gereden. Eindelijk komt er iemand naast me zitten. Mag ik niet praten? Er zit rust in die auto, dat is niet normaal. Ik ga er niet naast zitten, maar hij laat zo harde scheet. Het is echt niet oké, ouwe. Nou, geen zorgen, Stefan. Gelukkig is er nog een hulptroef om dit varkentje te wassen. Wakker worden. Het is tijd voor het opfrissen. Open alle ramen en zet je duikbril op. Dit is wel echt pure ellende. Nou, was te verwachten. Daar gaan we dan. Het wordt wel koud, denk ik. Hou je vast, dames en heren. Koud! Koud! Oh, die borstels! Woehoe! Oh, dat is koud! Oh, hier komen die sproeiers! Oh, we krijgen nu de droogblazen! En we lekker feunen! Nou, dat was echt een succes! Dat is wel weer een streepje erbij! Nummertje 228. Een broodje, Tot naar huis. Waarom moet ik dit doen? Jezus, kom er nog even gezellig bij, jongen. Dit kan je vertellen? Zo. Dit gaat niet helpen. Een pot zo tegen de regen. What the fuck? Dat is heel koud. Ja, ja. Oh, de hele nacht doorgebeukt en dan ook nog dit. Moet je kiezen? Ah! Ik ben drijfnat. Ja, ik ben echt helemaal zeiknat. Dat zeg ik toch. 24 uur en 249 rondjes verder is het moment waar de heren enorm naar hebben uitgekeken. Eindelijk aangebroken. Het laatste rondje. Nummertje 250. Ja, maat. Ja, nog eentje dan. Nog eentje dan. Nog eentje dan. Yeah. Eentje. Het is 10 uur, hè, maat. Kijk dan. Het is 10 uur. Ik ben er klaar!
Nee! Ik wil uit die fucking auto! 24 uur! Door de Wasstraat! Laat ons alsjeblieft in de comments weten of jullie vinden dat we deze titel en thumb waargemaakt hebben. Dit was een van de ziekste dingen die we ooit hebben gedaan. Ja. Dan zijn we de volgende week gewoon weer! Later! Doei! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door AirUp.